Hallo, ik ben Legion en welkom bij een nieuwe part van de Evil Within. Zij stond er fucking creepy daar. Ja, op te slaan. Allereerst. Wat wil ik graag doen, is dat het geen probleem is, mevrouw. En dan vervolgens... We zijn nu al 9 uur in de game bezig. Dat is een beetje veel. Vervolgens ga ik hier 3 keer spenderen, mevrouw. Is dat goed met u? Met uw akkoord? Alleen even kijken wie waar. Zeg maar. Deze kunnen we reloaden. En daar een kogel mee pakken. Dat hebben we. Voor de rest hebben we alles in principe zo goed als af, volgens mij. Dan pakken we de onderste 2. Eens kijken wat daarin zit. Brain juice, dat was te verwachten wel. 7000? Wauw. Shotgun kogels hebben we momenteel niet wat aan, want die is vol, maar dat maakt niet uit. En dan gaan we verder, gaan we naar deze in het midden van dit blok van 9. Grenade dingen, frost. Nice, 3 freeze dingen. Nou hebben we er nog eentje over, waarom kan ik die niet oppakken? Waarom pakt hij die zo los op? Zal wel. Allright, dus we hebben onze keys ook gespendeerd, we hebben de goede dingen uitgekregen wel. En als het goed is kunnen we onze HP nu upgraden, dat we nog meer HP hebben. We willen de krant ook even meenemen. Home destroyed by power. By power. By fire. En ik las al de police. En er kwam de power uit, blijkbaar. Home destroyed by fire. Daughter of police officer among victims. Dat is Lily inderdaad. Dat is onze dochter. En babysitter Juanita Flores. 56. We found it in a charred home. Both of the children's parents are police officers, crimson. I know, I don't know, duty at time. Dat lijkt veel op het huis van Ruvik, eigenlijk. Ons huis, zeg maar. Dat is apart. Missing. Wie is er nou weer missing? Patrick Higgins. Lawyer of the Victoriano family. Mag ook. Last seen meeting with a man believed to be a client. Police information, blah blah blah. ...35.000 brain power juice dingen. Per fucking fact. Daarmee kunnen we sowieso dit upgraden. Yay, happy. Nu hebben we zelfs nog 10.000 over. Mooi. En het volgende wat we denk gaan doen is melee damage. 18.000. Kunnen we iemand vol op zijn bakken slaan. Dat is perfect. 240% extra damage. Aan de andere kant zit ik ook te denken om toch voor ammo te gaan. Want dat is ook wel handig, dat je gewoon meer mee kunt nemen. En ook wel per wapen trouwens, dat je meer in een clip kunt hebben. Zoals hier, clip capacity, 2000. Dan kunnen we 5 shotgun calls in een clip hebben. Of critical hits, dat als je iemand instantly killed met een headshot. 50% kans, of wat dan ook. Reload sneller, fire rate, damage, gewoon dat je meer damage doet. Er zijn zoveel dingen die op zich wel fijn zijn, ook met de wapens. Ook wel met de crossbow. En ook met de bolt zelf. Dus het is een beetje lastig aan de ene kant. Want wat doe je? Maar ik denk dat we melee damage het meeste hebben. Want op een gegeven moment hebben we toch geen ammo meer. Dus dan moeten we wel ook melee damage hebben. Dus ik denk dat we daarvoor gaan. Onze HP bar is heel lekker lomp. Dus dat is fijn. Onze sprint bar is ook volledig. Zover ze kunnen. Dus we gaan nog even weer een keer opslaan. Zodat we het nieuw overnieuw hoeven te doen natuurlijk. Of opnieuw is het dan. En we gaan weer terug. Eens kijken wat voor wondere wereld we nou weer in komen. Of zijn beland eigenlijk, want we zijn er al. We hebben al een paar meter erin gelopen en het zag er niet heel veelbelovend uit. We gaan met de shotgun. Puur omdat ik de shotgun, zoals ik al zo vaak heb gezegd, echt heel lief vind. En badass. En we zien vanzelf al wat hier allemaal aan de hand is. Was dat creepy, spinachtige monster? Ik dacht dat we van fucking spinmonsters af waren, game. Oh, wow. Oh, ik dacht heel veel dat het... Is dat weer zo'n chick? Of is dat zo'n... Nee, dat is weer zo'n spinmonster chick. Zo'n vrouw is dit. Oké, de lift werkt niet. Die bitch moeten we killen met vuur, dat weten we. Er is maar één ding waar we naartoe kunnen, dat is hier naar beneden.
En dat is een hek wat slaat en dan krijgen we een boss fight. Met die bitch. 100%. Hi. Zit er een kikker. Ik moet zeggen, ik vind jou wel erg schattig, mevrouw. Ze is sexy. Zij is zo fucking creepy. Daar zit een gat in haar reet, let maar op. Het valt op. Er zit een hele grote zwarte vlek in, nou laat maar. Dat klinkt al gewoon in of wat. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Laat de hel losbarsten. Uh-oh. Ja, loop maar zo langzaam als je kunt, ja. Doe dat maar, mevrouw Grudge. Zij doet me echt denken aan die dingen van de Grudge. La 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 la. Oh. Weet niet wat daar aan de hand is. Geen idee wat hier ook aan de hand is. Oh, zombies. Hallo zombies, doei zombies. Oh, hallo chick, niet chick. Hallo zombie, doei zombie. Bam, we hebben die dingen ermee gepakt. Hé, je handen binnenboord. Je hoofd getuigen, jongen, ga uit mijn deur. Nou ja, voorbij mijn deur. Niet uit een deur, dat is niet Nederlands eigenlijk. Maar ja, we zijn dus weer terug bij de old bitch die we niet misten, zeg maar. Tenminste, ik heb de spinnenbitch niet gemist. En ik vermoed jullie ook niet. Om heel eerlijk te zijn. Maar ja. Er is weer een spiderbitch dus. Yay. Spiderbitch, spiderbitch does whatever a spiderbitch does. Can't she swing from a bab? What a bab? A web? No, she can't because she's a bitch. Look up. Oh, it's spiderbitch. Kijk, een lift. Derde verdieping. Koekjes. Oh, kunnen wij die trap aan en uit doen? Ik weet dat we daar misschien iets mee kunnen met die bars, maar... Oh, het is opeens uit. Kunnen we haar niet burnen? Waarom komt het opeens zo laat zo'n checkpoint? Waarom baat mij dit zorgen? Kunnen hier ook niet langs. Dat is kut. We hebben wel pistol ammo. Waarom krijgen we pistol ammo? Moeten we toch... Oh, wacht. Ah, oké. Daar had ik niet gezien. Wat de fuck moesten we hier doen dan? Ik heb nergens opgeschoten. Maar het zal wel, daar zal wel automatisch gegaan zijn, denk ik. Kogel mee. Die ene extra kogel is altijd goed. Shotgun power. Alhoewel, nee. Pistol werkt ook wel op die kut. Hallo. Kom maar. Kom maar. Oh kut, die is afgebroken. Fuck. Uh-oh. Oh fuck. Ja, en dan gingen we dood. Daar werden we gerippy-raped door haast. Zij is echt een one-hit-kill-rape-monster. Dat is echt verneukt. Maar ik dacht van, we laten haar gewoon naar mij toe komen. Naar ons toe komen. Weet je, we zullen bekijken. En dan vervolgens schieten we haar weer op die... dat ding zomaar erboven. En dan zijn wij heel blij. Maar wij zijn niet heel blij, want die is dus afgebroken. Dat had ik niet gezien. Dus dat is wel fucked. Maar ja, we weten dat zij daaraan komt.
En op zich werkt het. Moet ik zeggen, hier naartoe. We konden al makkelijk dodgen. Dus ik hoop nu weer. Zij slaat mis, dus dat is positief. Volgens mij zitten we wel veilig. Ze is er niet. Ze is op vakantie. Ah, ze is er wel. Oeh, kijk, een syringe. Ho. Oh, blijf daar maar staan, creepy bitch. Uh-oh. Nee, laat me maar even met rust. Laat mij maar even met rust, vriend. Nee, doe maar lief. Doe maar lief. Oh, kut. Ze was aan de andere kant. God damn it. Ik dacht dat zij aan die kant voorbij kwam lopen. Dus vandaar dat ik... Dat was dom. Dat was heel dom. Maar ja, zolang zij ze dom om blijft lopen, vind ik het goed. Daar hebben we eigenlijk weinig last van. Nou. Als het alleen wachten tot dat vuur uit is, wat nou het geval is. Kom maar, creepy mofo. Nemen we dat even mee natuurlijk, en dan rennen we door. De ladder op, de ladder op, de ladder op. Klim, 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 klim. Wij kunnen heel goed klimmen. Zij kan met haar 600 miljard armen niet heel goed klimmen. La 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 la, dat is niet wat, dat is een brandblus, daar hebben we niks aan. Oh motherfucker, oh wow, hi. Wat doe jij hier? Oh, dat is een rondje waar we lopen. Zo, bitch burn. En dat geeft ons dus ook tijd om dat ding te verneuken. Ho, ja, was iets dichterbij dan ik dacht. Kom maar deze kant op. Kom maar deze kant. Ah, kut. Ah, oké, ze burnt ons nog. Positief. Burn, bitch! Oké, ze wil niet zo hard burnen als ik had gehoopt. Oké, het vuur daar is uit. Laat die creepy mofo maar even hier naartoe komen. Kom dan. Kom dan. Spin mevrouw. Schiet eens op. Kom eens achter die hoek vandaan, jongen. Zij zit vast in die hoek. Aha. Eindelijk. Uh-oh. Zo is het goed, toch? Denk ik. Sowieso dat samen met de klauwen ertussen komt waarschijnlijk. Oh, valt mee. Yay, checkpoint. Oh, for fuck's sake! Was weg. Lelijke draak. Tenminste, ik vermoed dat dit dingen zijn die we moeten doen. Hallo, doei. La 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 la. Motherfucker. Oh, ze burnt. Perfect. Wat? Je had het burnen. Ik had het lichaam geburnt, jongen. Kut. Ah, we hebben die omgezet en we hebben deze omgezet. Dus dat is goed.
Eigenlijk heb ik niet zo'n hele hekel aan Spider-Bitch. Behalve dat ze one-hit kill is als zij je daadwerkelijk killt. Maar of het daadwerkelijk zo, als ze bovenop je zit, dan rape ze je. Maar als ze niet bovenop je zit, dan is het best goed te doen. Dat klinkt heel fout. Maar dan is het best goed te doen met haar. Daar heb je niet zo heel veel last van. Extreem veel toch? Burn? Oh, eigenlijk niet burn, hè? Ik heb mijn laatste Lucifer. Oh fuck. Get burned, bitch. Oh hi. Oh kut. Maar hoe de fuck komen we daarbij? Oké, nou moet ik even goed kijken. Daar. Ah, en nu moet ik nog een manier vinden om haar even te bezig te houden. Dat ze gestunt is. Nou, dat is een goede vraag. Zal dat werken hier langs? Oeh, fuck, dan staan we zelf in de fik. Zij burnt er niet door? Oh, motherfucker, jongen. Kutbom. Ah, omzetten, omzetten. Even niet ophalen. Gewoon niet ophalen. Dat komt wel goed. Dit rennen we wel weg. We gaan haar. Ze is niet zo heel snel. Kijk, zie je, ze is best wel langzaam. Nou, moet alleen wachten tot het even weggaat. We hebben als goed is ergens een syringe. Yep. Prikje. Voordat het misgaat. Fuck off, creepy bitch. Ah, doorrennen, 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 doorrennen. Come on, come on, come on, come on, come on. We zijn er, we weten het. Oh, fuck, daar was nog een ding. Oh, motherfucking bitch. Laat mij los. Knapje. Was hij nu onthoofd? Mooi. Maar die bitch trouwens, hè? Die lijkt verdomd veel op Ruvik's zus. Met dat lange haar. Die spider bitch lijkt er best veel op Ruvik's zus. Dat viel mij nou net pas op, zeg maar. Echt van dichtbij. Waarom is het zwarte rook? Uh-oh. I know who you are. Seb. Seb. Dat was mooi, hè, Ruvik. I know what you crave. What you fear. Will you be able to live with yourself knowing what I'm gonna make you do? Poor little Joseph couldn't. Too bad they dragged you into this. But either way, you're mine. To do with as I please. Hey, kunnen we dan nou wel even met rust laten voor de komende 5 chapters of zo? Misschien? Dat een optie? Waarom kon ik daar niet naartoe rennen? Was dat voor onzin? Explosive, dat is allemaal klaar. Oké, okay, shotgun power. Waarom? Dit is zo fucking laggy, hè? Met het is gewoon 60 frames per seconde. Ik snap er hier ballen niet van. Waar de fuck gaan wij naartoe, jongen? Oh, niet meer.
Een hellfaar naar beneden. Shit, back here again. Oh, for fuck's sakes. Uh-oh. Onze safe deur zit ook niet meer op die plek. Ligt hier nu een map fragment? Deur is dicht. Is deze deur ook dicht? Ah, oké. Okay. De deuren zijn nu tenminste dicht, dat scheelt. Neem aan dat we gewoon hier naartoe moeten lopen. Fuck it ook. Ik ga het niet moeilijk doen. Ik wil wel graag een lantaartje aan hebben. Ah, dit is Ruvik's kamer hierachter. Deze hebben we al 600 miljard keer gezien, ja. Alleen weten we nu hoe en wat. We weten dat dit Ruvik's kamer is. In principe. Waar Ruvik al zijn experimentjes deed. Daar hebben we Leslie. Juist. What does that have to do with any of this? He's our way out, detective. Our only way back. Leslie heeft een zwart gat in zijn keel. En dat is echt lelijk, jongen, die textures. Fuck yeah. What the fuck? The fuck gebeurt er allemaal, game? Come on. Dit is echt zo'n next level shit, jongen, dit. Dit heeft niks meer met een fatsoenlijke game te maken. Dit is echt gewoon next level weird ass shit. Het is wel leuk om door te spelen. Dat is het niet. Maar verder dan dat... Damn. It should have. Why didn't it? Misschien daarom. That's it. That's why. Oh ja, nee, dat is waarom. Ah, nee, wil jou dood hebben, dat ook. Wat? Oké. We hebben no clip ontdekt. Yay! No clip modus. For the fucking win. Ik hoor muziek. Zalige. Help, red mij, save mij. Muziek. De beste muziek die er is in de game. En nu vind ik het wel eng om hier naar binnen te gaan. Ik heb die pallet niet kapot. Oh my god. Kijk, trap open die deur, jongen. Wacht, die jongen wil altijd, ja, wel zeggen. Hij wil iets zeggen. En waarom is dat? All he has left is his connection to the present. The full stem in the hospital. Hospital? Beacon Mental Hospital? That's where he'll be. Waiting for him. If somebody doesn't get there first, there'll be no way out for anyone. Get there first! They'll say, hey, my first!
Een prachtige first. You have an odor of blood about you. Het kan kloppen. Hey Marcello, Dr. Marcello is opeens weg. En Dr. Marcello is nu lekker dood. Investigation and covers in regulation in mental hospital. Oké, we gaan opslaan. Accept. Accepteer. De craftsman's dingen. Maar we weten nou wel hoe en wat veel. Dus we zijn wel heel veel wijzer geworden. Voor mij is het 15.000 zeker of zo. Voor mij hebben we net niet genoeg. Denk ik. Ik weet niet meer hoeveel was het. 18.000. Nou, we hebben het niet genoeg voor melee damage. Maar ja. Dan komt dat de volgende keer, dat is ook geen probleem. Het enige wat we nog even kunnen doen is kijken of we nog ammo moeten hebben. Dan moeten we hier namelijk even zijn. Dan hebben we shotgun ammo. Nee, oké. Sniper ammo hebben we niks aan. Dat gebruiken we niet zoveel. De sniper gebruik ik echt vrij weinig. Eigenlijk, waarom weet ik niet, maar gebruik ik vrij weinig. We gaan hier weer uit. En we gaan verder, beneden. Waar wij hier een flashbolt ding krijgen. Laten we eerst ook mijn flashbolt equippen dan, denk ik. Oh, kijk. Hallo, lief monster. Sowieso dat hij ons hier makkelijk kan rapen als hij wil. Maar wij gaan door de ventilatiegracht. Oh. Zelfs daar kan hij ons deels rapen als hij wil. Aha, dan is dit het punt waar hij ons daadwerkelijk gaat rapen, denk ik. We zijn in een soort van ziekenhuis, van mijn gevoel. Tenminste, het lijkt op een ziekenhuis, voor mij. Wat een crappy ziekenhuis. Oh, sowieso dan moet ik gaan rennen, let op. One way. Die kant wil ik niet op, want daar is dat monster. Zie? Told you, we moesten gaan rennen. Zij het toch. Overdadelijk. Wow. Ik ren door, Kim. Niet leuk. Moeten we nu met hem gaan vechten, hè, toch? Oh, for fuck's sake. Ja, yep. Lijkt erop. We moeten dat lompe ding bevechten. Maar dat lompe ding gaan we bevechten in de volgende part. Ik hoop dat jullie het nog leuk vinden. Als je het leuk vindt, geef een dikke thumbs op. Deel het met je vrienden en zet hem even vergeten. En zie ik je weer in de volgende video. Laters.